Na al die weken wachten hebben we eindelijk antwoord gekregen op die ene vraag waarop het hele programmaformat van Wie is de Mol is gebaseerd. Namelijk de vraag, wie is de mol? Ik ben echt ontzettend blij met deze uitslag, want dat betekent dat mijn reputatie niet helemaal naar de kloten is gegaan. Nee, ik ben echt blij dat ik ondanks een aantal verschillende tunnels toch uiteindelijk nog op de goede mol zat. Ah, ik word er bijna een beetje emotioneel van. Ik moet zeggen dat ik dit seizoen echt een stuk lastiger vond dan voorgaande seizoenen. Mede door de montage, maar ook dat er echt naar alle kandidaten wel superveel hints te vinden waren. De een nog duidelijker dan de ander. Maar zoals altijd zijn er een paar echte officiële aanwijzingen die zouden moeten laten weten dat Merel de mol was. Nou blijkt ook gewoon dat ik een van de grootste hints van dit seizoen heb gevonden, terwijl sommigen nog dachten van Simon, daar kom je weer met je veel te ver gezochte hints. En daar de eerste letter van, dan heb je M-O-L-M. Oftewel mol M. Maar ja, alle hints van dit seizoen die zijn op de website van Wie is de Mol te vinden. Maar ik vond het een beetje onoverzichtelijk en het werd ook niet op tv laten zien. Dus ik dacht, ik maak er gewoon weer een duidelijke video van met alle officiële aanwijzingen naar Merel van dit seizoen. De grootste hint van dit seizoen zat natuurlijk in de leader. We hadden al gemerkt dat er beelden waren die veranderden naar de L op het meer. Meer L, nou dat is het dus niet. Maar wat het wel is, is dat als je de opdrachtnamen nam en daar de eerste letter van en je husselde het een beetje door elkaar, dan kon je vormen mol is IV. Ofwel mol is 4, want IV is het Romeinse cijfer voor 4. En de vierde persoon in de leader is Merel. Ja, ook dit blijkt dus gewoon een officiële hint te zijn. Dus ergens ben ik toch gewoon nog goed bezig geweest. En uiteindelijk vormde dus ook, zoals jullie hadden gedacht, het portret van de mol. Alleen was dit niet het portret van Sarah, maar een afbeelding van Merel. Ook wijzen zoals altijd alle titels van de afleveringen weer naar de mol. Neem bijvoorbeeld de titel van aflevering 3. Deze was niet gered. En wat nog een grotere hint is, is dat niet gered een anagram is voor 3 tegen. En de tegenstander van Merel, Evelien, die won 3 jokers. Dus de mol, die had 3 jokers tegen. En bij de laatste opdracht van die aflevering redde de mol het niet om alsnog de hele groep te laten kiezen voor 30 minuten, terwijl ze eigenlijk 45 minuten hadden afgesproken. Ambities van de groep zijn wat bijgesteld. We hebben vertrouwen erin en we denken dat we het in een half uur kunnen. Nee, 45 minuten. Oh. Ik denk, ik probeer het nog even. Maar op iedereen achter me. Wat zit je nou te doen? Waarom zit je dat te doen? We kozen voor 45 minuten. Al weet ik dat we het in 45 minuten zeker kunnen. En ook de titels van de opdrachten uit deze aflevering, die wijzen naar Merel. Bij bijvoorbeeld de opdracht vlag uithangen, zag je Merel in één shot met de vlag van Colombia. En ze was stapelgek, neem maar echt serieus, ze was best wel gek dat je dat gewoon durft en doet. Ze had namelijk een bordje met de mol van de Jenga-opdracht, had ze op haar hoofd geplaatst en toen ging ze naar iedereen zo, kijk eens, dus er stond gewoon dat ze de mol was. Ik zou bijna denken dat het een aanwijzing is. Klotsie mijne. Ja. Hallo, ik doe echt enorm mijn best om jullie iets duidelijk te maken. Nog één. Jullie zijn zo gefocust, zo in het spel, zo geconcentreerd. Ziet iemand mij überhaupt wel? Dan komen we aan bij de serenadeopdracht, waar echt ontzettend veel over gesproken is. En ook hier zit dus weer een hint in die we met z'n allen gevonden hebben. Namelijk dat er op een balkon stond van het balkon van Merel eindigt op 13. En ja, de 13e letter van het alfabet is de M van Merel. En de M van Mol. Merel zegt ook gewoon letterlijk het volgende. Ik sta goed. Ik sta sowieso goed, want ik sta op 13. Eindig je op 13? Ja, en luister even naar mij, allebei. Dit balkon is niet van jou en ook niet van James. Dus jullie moeten niet eerst. Ja, onthoud dit. Een verwijzing naar haar voorkennis en naar haar identiteit als de Mol. Ook de titel van aflevering 5 die wijst naar Merel, namelijk verblindend. Zij ging met Robert mee en voerde alle opdrachten goed uit en verblindde daarmee Robert. Want Robert die zat daardoor helemaal niet op Merel. Die denkt, ja, dit is een ontzettend goede kandidaat. Ze heeft Robert dus verblind. Wat ik echt geweldig vind, neem maar echt top. Merel, als je kijkt, top gedaan. Ze kijkt natuurlijk niet, maar toch zeg ik het even. Ze heeft in aflevering 6, heeft ze bij de links-rechts opdracht geld uit de enveloppen gehaald. Maar het moet de bovenste envelop van de 1 en de onderste envelop van de 2. De hoogste bedragen moet ik eruit halen. Ze
zoals ik al dacht. Maar nog veel slimmer dan dat ik überhaupt had kunnen bedenken. Ze heeft namelijk ook bij de laseropdracht die geld weggepakt bij bordjes van anderen. Dus ook de reden waarom Rick Paul maar met 50 euro aankwam. Nu valt er nog veel te halen. Zet hem op. Vier minuten. Ja. En dat geld dat ze daar heeft gepakt, heeft ze nu gebruikt om in die enveloppen te doen. En heeft de briefjes van 500 euro uit die enveloppen gehaald. En zo heeft ze uiteindelijk geld opgebracht, namelijk 250 euro voor in de pot. Terwijl ze eigenlijk in totaal 1000 euro de pot in kon brengen. En daar is dus die 700 euro gebleven. Want ik dacht al, er kan 1900 euro verdiend worden, maar er is maar 1200 euro verdiend. Waar is die 700 euro? Ja, die had Merel dus gepakt. Lekker bezig, Merel. Nee, maar echt gewoon geniaal. Ze leek daardoor een supergoeie kandidaat, maar eigenlijk was ze gewoon een sluwe mol. Tijdens aflevering 9, de laatste aflevering van Wie is de Mol, en tevens de finale, waren er meerdere hints naar Merel te vinden. Natuurlijk de titel, Drijfveer. We zagen eerst een hoedje van Merel drijven. Merel, loop gelijk naar die. Ja. En later een veer in haar boekje. Maar het allermooiste vind ik wel de hint in de muziek bij de doordraaiopdracht. Tussendoor werden namelijk nummers gedraaid. 24K Magic, I'm Coming Out, Vision of Love en Ride With Me. En als je de eerste letters van die laatste woorden neemt, dan had je Mol M. Een verwijzing naar Mol Merel. Dan is het toch nog ergens goed voor geweest dat ik af en toe veel te ver gezocht ging. En als laatste komt er nog bij dat de Guilty Pleasure van Merel als enige niet werd gedraaid. Want de mol houdt die liever geheim. Al met al zijn er een hoop verborgen aanwijzingen naar Merel. Je kan ze op de website van Wie is de Mol nog even teruglezen. Maar ik moet wel zeggen dat er naar de andere kandidaten ook echt superveel hints te vinden waren. Misschien nog wel meer dan naar Merel. Of je nou op de goede mol zat of niet, iedereen heeft het echt supergoed gedaan. En we hebben met z'n allen er gewoon voor kunnen zorgen dat uiteindelijk toch een groot deel van Nederland Merel als mol verdacht. Ondanks dat ik dit seizoen misschien minder spectaculair vond dan voorgaande seizoenen, moet ik wel zeggen dat ik ontzettend genoten heb. Echt, ik heb een geweldige tijd gehad en ik wil jou ook vooral ontzettend bedanken voor elke keer het kijken naar mijn hoofd. Want ja, dat is best een opgave. Maar wat ik vooral hoop is dat je gewoon genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Ah, ik word er bijna een beetje emotioneel van. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan mijn hints en theorieën. Al waren ze soms wat ver gezocht. En heb je waarschijnlijk af en toe gedacht, daar komt die Simon weer met zijn omgekeerde psychologie. Maar dat is gewoon mijn ding en het is toch nog ergens goed voor geweest. Ik heb ook letterlijk iedere reactie die is geplaatst gelezen. En ik wil echt iedereen bedanken voor alle lieve reacties die ik heb gehad. Zonder jullie had ik dit echt niet zo kunnen doen. Maar nu Wie is de Mol is afgelopen, betekent dat natuurlijk niet dat ik ook stop. Ik ga gewoon altijd door met video's maken. Wat gaat er namelijk gebeuren? Binnenkort komt er nog een Wie is de Mol video online, deze week hoop ik, over alle molacties van Merel. Verder komen er nog algemene video's over Wie is de Mol. Denk aan de beste molacties ooit, de beste mollen ooit, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. De beste hints ooit, dat soort dingen. Verder maak ik allerlei andere video's. Denk aan sketches, parodies, eigen nummers, echt documentaires, shortfilms, van alles. En wat ik binnenkort ga doen is al jullie vragen beantwoorden en opdrachten die jullie hebben ingestuurd uitvoeren. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan kan je nog een vraag of opdracht insturen. En wie weet ga ik die beantwoorden of uitvoeren. Dus als je nog geen rare vraag of leuke opdracht hebt ingestuurd, laat het dan even weten in de reacties. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video en alle andere video's. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, klik dan op abonneren. En dan zie ik jou binnenkort weer met een nieuwe Wie is de Mol video. Bedankt voor het kijken en tot snel. Later.